Dit filmpje is deel 2 in een reeks van filmpjes over Alan Buchanan. Het sluit ermee aan bij de volgende eindterm. De kandidaten kunnen uitleggen welke rol verwijzingen naar de menselijke natuur kunnen spelen in de morele evaluatie van technieken voor mensverbetering. In de vorige aflevering hebben we het vorige besproken. We hebben gezegd: Buchanan doet onderzoek naar de rol van de menselijke natuur in de ethiek. En hij zegt eigenlijk speelt die uh, natuur helemaal geen rol, of zou in ieder geval geen rol moeten spelen. En welke. Uh, manieren waarop mensen toch een beroep doen op de menselijke natuur hebben we al besproken. Nou, enerzijds de menselijke natuur als voorwaarde voor moreel handelen en anderzijds de menselijke natuur als haalbaarheidsbeperking op moraliteit. Nou, de derde rol die onderscheiden wordt op Hume kennen is de volgende, namelijk de menselijke natuur als beperking op wat goed voor ons is. Waarbij eigenlijk wordt gezegd iets kan alleen moreel juist zijn voor de mens als het past bij wat de mens is. En je denkt misschien: "Hey, is dat niet hetzelfde als die haalbaarheidsbeperking?" Nee, want dit gaat om meer dan alleen wat de mens kan. Het gaat ook om wat goed is voor de mens of past bij de mens. Net zoals hè, de jongen op het plaatje wel het pak aan kan trekken, maar toch past het niet bij hem. Nou, één filosoof die zeer bekend is um, vanwege zijn beroep op de menselijke natuur op deze manier is Aristoteles, want Aristoteles zegt belangrijke onderdelen van de menselijke natuur zijn redelijkheid en sociaal zijn, en hij zegt dan ook de moraal wordt beperkt doordat ze ruimte moet geven om redelijk en sociaal te zijn, gegeven deze natuur. En dat is een heel belangrijk punt, want zegt Buchanan, technieken die mensen veranderen maken juist dat de mens meer is dan zijn huidige natuur, en in dat opzicht levert de menselijke natuur dus niet een beperking op. De huidige menselijke natuur vormt dus als je zo'n techniek hebt toegepast geen morele beperking meer. Hij heeft gelijk dat wel met schilderen op een doek of op een canvas. Als je een heel klein doek hebt, ja, dan past er niet zoveel op. Maar bovendien is het dan ook niet zo mooi om te proberen, eigenlijk als het ware over de randen van je canvas te gaan. Heb je nou een heel groot doek, of zelfs een hele muur, zoals in het plaatje, ja, dan past er eigenlijk veel meer. Of dan zijn er eigenlijk veel meer verschillende dingen die ook goed zouden kunnen zijn. Dus de menselijke natuur, zegt Buchanan. Uh, kan op deze manier niet als uh, bezwaar tegen mensverbeteringstechnieken worden ingediend. Desalniettemin, zegt hij, zijn er misschien sommige mensen die eigenlijk zeggen: Ik wil vasthouden aan de menselijke natuur. Maar zelfs als ze dat willen, zegt Buchanan, is eigenlijk onduidelijk wat het inhoudt. Want hij zegt er is in deze context sprake van een dilemma. We kunnen namelijk die natuur heel abstract omschrijven. Dan hebben we het over sociaal zijn of over redelijk zijn. Of we kunnen dat heel concreet omschrijven. Bijvoorbeeld voor je ouders willen zorgen. He, dat is een concrete invulling van sociaal zijn. Of geen drugs willen nemen. Een concrete invulling van redelijk zijn. En zo kunnen we dat eigenlijk doen met allerlei abstracte manieren om die natuur te omschrijven. Die kunnen we concreter maken. Maar wat we ook kiezen, we komen altijd in de problemen, zegt Buchanan. Waarom? Nou, laten we eerst kijken naar zo'n abstracte omschrijving. Hij zegt: een abstracte omschrijving van die natuur heeft één groot voordeel. Namelijk, de benoemde eigenschappen zijn veel duidelijker onderdeel van de menselijke natuur. Niet iedereen is het er natuurlijk mee eens dat sociaal zijn onderdeel is van de menselijke natuur. Maar als je denkt dat dat zo is, ja, dan is het veel makkelijker om in mensen te zien. ja, die mensen zijn op deze manier sociaal, die mensen zijn op die manier sociaal, maar ze zijn allemaal sociaal. Maar, zegt Buchanan, dat levert ook meteen een nadeel op. Want een dergelijk geformuleerde eigenschap biedt eigenlijk nauwelijks een beperking aan wat we zouden mogen doen. Ja, want stel dat we zouden zeggen: we moeten dus ruimte geven voor mensen om sociaal te zijn. En we mogen dus niet een mensverbeteringstechniek inzetten die de mens asociaal maakt. Dan moeten we ons afvragen welke verandering zouden mensen voorkomen asociaal maken? Dus niet bepaalde manieren van sociaal gedrag verminderen, maar voorkomen asociaal maken. Bijna geen één, zegt Buchanan. Nou, dat kunnen we oplossen, want we kunnen zeggen we gaan de eigenschappen heel concreet omschrijven. Nou, dan vormen die eigenschappen heel duidelijk een beperking. Als geen drugs willen nemen, bijvoorbeeld onderdeel zou zijn van de menselijke natuur, dan is een nieuw soort extensie geen verbetering. Maar, zegt kennen, dat levert ook meteen een nadeel op. Want dit soort eigenschappen, zo concreet geformuleerd, zijn juist niet duidelijk een onderdeel van de menselijke natuur. Sommige mensen willen wel drugs nemen. Dat zijn in ieder geval voldoende mensen om te kunnen zeggen ze zijn dat geen drugs willen nemen geen onderdeel is van de menselijke natuur. En ja, dat levert dus een probleem op. En dit dilemma, daar komen we niet uit, zegt Buchanan. Dus er is eigenlijk geen enkele goede manier om te zeggen waar we nou precies aan vast willen houden, als we vast willen houden toch aan de menselijke natuur, ook al is dat onterecht volgens Buchanan. Dan komen we bij de vierde manier waarop we de menselijke natuur in kunnen zetten en ook de laatste manier. Daarbij wordt gezegd, de menselijke natuur is een bron van substantiële morele regels. En dit wordt ook wel normatief essentialisme genoemd. Wat zeggen de normatief essentialisten? Sommige dingen zijn goed voor mensen omdat ze onderdeel uitmaken van de menselijke natuur. Dus zuiver en alleen omdat ze daarvan onderdeel uitmaken, zijn ze goed voor de mens. Nou, wat wordt er in dit geval bedoeld met substantiële morele regels? Je zou kunnen zeggen dat zijn regels die zeggen dat iets moreel onjuist is. De nadruk ligt hier op regels. Daarnet hadden we het ook over dat je ruimte moest bieden aan de menselijke natuur. Maar we hadden het niet heel duidelijk over specifieke regels. Hier gaat het wel echt over regels. Nou, wat zou een voorbeeld kunnen zijn van zo'n regel? Bijvoorbeeld de regel bedacht door Leon Crash en de President's Council on Bioethics. Die zeggen: klonen, klonen moet verboden worden. Want klonen is een asexuele vorm van voortplanten, dus zonder seks. En mensen planten zich seksueel voort. Buchanan zegt: seksueel voortplanten heeft in deze bewering eigenlijk twee um, functies. Mensen planten zich seksueel voort, heeft twee betekenissen. Eén is descriptief, de mensen. Leon Kraus en de President's Council die zeggen eigenlijk: feitelijk hebben mensen zich tot nu toe altijd seksueel voortgeplant. Een duidelijke correcte uh, bewering. Maar, zegt Buchanan, het heeft ook een normatieve functie. Want er wordt eigenlijk ook mee gezegd: mensen behoren zich slechts seksueel voort te planten. Als het anders kan, zouden ze het toch niet anders moeten doen. En omdat we hier te maken hebben met normatief essentialisme, volgt die normatieve bewering eigenlijk uit de descriptieve. Want normatieve essentialisten zeggen, zo is het nu eenmaal met de menselijke natuur en zo behoort het ook te zijn. Maar, zegt Buchanan, dat is eigenlijk best heel erg vreemd. Want je kunt niet in algemeenheid zeggen dat alles wat de mens nu is, ook is wat de mens zou moeten zijn. De normatieve bewering, met andere woorden, kan niet altijd uit de descriptieve volgen. Kijk bijvoorbeeld naar Thomas Hobbes. Hobbes zegt de mens is van nature egoïstisch. Hij doet daarmee een descriptieve bewering. Maar Hobbes zou ongetwijfeld niet zeggen, en hij vindt ook niet, dat de mens egoïstisch behoort te zijn. Dus zegt Buchanan: wat mensen behoren te doen, heeft eigenlijk niks met de menselijke natuur te maken. En we kunnen dus ook niet zomaar een beroep doen op de menselijke natuur om te zeggen: zo zit de menselijke natuur nu eenmaal in elkaar. Dus behoren mensen dat ook te doen. En volgens, Christ, sorry, volgens Buchanan worden dus ook twee fouten gemaakt. Dit is fout 1 van de essentialist. Hij geeft eigenlijk geen argument dat vasthouden aan de menselijke natuur het beste is voor mensen. Hij zegt simpelweg: zo is het altijd geweest, dus zo moeten we het altijd doen. Ja, dat wordt zomaar beweerd, maar daar zou je een argument van moeten geven, zegt Buchanan. Bovendien is er nog iets problematischer: want je kunt ook zeggen, ze geven helemaal geen argument dat niet vasthouden aan de menselijke natuur in strijd is met de waardigheid van de mens. Deze mensen zeggen heel vaak: ja, als je. Uh, dit toelaat dat uh, is uh, onmenselijk in de zin van ja, zo is niet hoe mensen het hebben gedaan, maar ook onmenselijk in de zin van het past niet bij wat de mens waard is of hoe die zou moeten zijn, eigenlijk. Maar zegt Buchanan: dat is een heel gevaarlijk argument, want dit soort argumenten zijn in het verleden gebruikt om bijvoorbeeld homoseksuele of gekleurde mensen te discrimineren. En waarvan eigenlijk werd gezegd: ja, dat zijn niet echte mensen, dat hoort niet bij de menselijke natuur, zij zijn Onnatuurlijk. En daarom is wie zij zijn in strijd met, wa met waardig mens zijn. Nou, dat klopt helemaal niet, zegt Buchanan. Dus hier zou zeker een argument moeten worden gegeven. Maar we moeten sowieso een beetje opletten. Want als we dit soort argumenten horen, moet er al een alarmbelletje afgaan.